Welkom mensen bij weer een gloednieuwe video. Vandaag hebben we voor jullie weer eens een keer een ontsnappingsvideo. We gaan vandaag uit een school ontsnappen. Het is bijna niet te bedenken, maar we zijn een keer op school in plaats van een thuisschool. Dus we moeten zo snel mogelijk ontsnappen, want anders mogen we niet de les in, want we moeten thuis zijn. Ja, precies. Nee, vandaag hebben we een schoolthema escape map. Wil je hem zelf downloaden? Linkje staat in de beschrijving. We zijn heel benieuwd. Hij is volgens mij wel best pittig. Er zitten wat nieuwe dingen in wat we nog niet eerder hadden tegengekomen. We hebben af en toe wel ter referentie een video om te spieken, want het is best wel een pittige map. En, maar dat is hetzelfde als bij Who Wants to be a Millionaire. Dat mogen we eigenlijk maar één keer doen. De hulplijn inschakelen. Maar goed, heb je er zin in? Klik even naar het duimpje omhoog. Wil je vaker escape video's zien? Laat het weten. En dan gaan we gewoon beginnen. Ik denk dat niet... Wat moeten we doen? Hoezo kun je deze niet omschakelen? Ja, daar zat ik ook al aan te kijken. Oh, ik kan wel. Hij lekt er gewoon even. Oh. Waarom gaat hij wel open dan? Nee, je kon hem wel naar beneden halen. Oeh. Want weet je zeker dat we hier moeten beginnen? Ja. Popjan die dubbeltjes. Hier werden we naartoe getipeerd toen ik op start game klikte. Starten! Kunnen we hier echt niet in? Nee. ja. Nou, dan mogen we de hulplijn al in gaan schakelen. Nee, ik zie verder ook niet echt iets. Oh, wacht even. Er zit wel een hendel bovenop dat ding. Kan je daarbij? Nee. Jawel. Ik heb hem gepakt. Hoe kwam je daarbij dan? Chest is locked. Ja. Zit hieronder iets? Oh, wacht. Een shulker box. Ja. Oh, nou heb ik al een key. Ja, daarmee kun je die chest openen. Oké. Ik pleur er gewoon alles uit. Even kijken, waar heb ik? Can be used to... even kijken. Lichtgrijze concrete powder. Is daar hier iets van? Nee, toch? Even kijken, waar heb ik nog meer gekregen? Oh, hier. Hierachter is dat, denk ik. Oh ja. Eerst dat ding open moeten. Can be placed on quartz stairs. Waar zitten hier kwartsters? Zitten die niet hier gewoon eens verstopt? Is dit geen kwartster? Ja, dat dacht ik dus ook al. En hier bij die, ja, dat dit naar beneden kan, hierboven. Oh ja. Oh. Dan kun je dat kapot slaan. Oké. Ja. Er zit hieronder dan iets. Kijk, waar we dan nog meer? Oh, wat? Je kan er dan gewoon in zwemmen, toch? Je kan er dan inkruipen, ja. Oh, ja. Kijk. Oké, nice. Nu zijn we erin. In de schule. Nou, hier waren we al wat... naar beneden. Ja, is goed. Hier had je ergens een gedeelte waar je iets in moest gooien. Oh, hier heb je allemaal classrooms. Dat was... Was dat hier? Nee. Library ben ik. Moet even op de grond kijken of daar geen sugarboxen zijn... verstopt. Ja, ik ben al even aan het kijken, want je moest ergens... bij een gedeelte moest je ergens iets ingooien. Maar goed, we gaan wel eerst even kijken... de library, of hier iets zat. Ja, het doel is eigenlijk dat wij hier dit aan moeten steken. En dan gaat het alarm af. En dan zouden wij via het alarm de dingen kunnen openen. Oh ja, hier zit een... Je ging er al niet in, zeker? Ik was er nog helemaal niet geweest. Even kijken, hier sowieso... kunnen we dadelijk wat dingetjes vinden. Maintenance room. Die glass bottles bijvoorbeeld. Daar hebben we wel aan. Nog meer. Is dat wel een alchemy stand? Of een brewing stand?
Even kijken, ik heb al een cd, een muziek ding gevonden. Je moet volgens mij dadelijk wat muziek afspelen. Oh, hier nog meer. Oh, ik heb hier P5. Ik heb hier een blaadje dat staat op E5. Ja, dat is voor de voor het wachtwoord uiteindelijk. Om even kijken, hierboven zou ook iets te zetten. Oh. Fire alarm manual. In case of fire, break the glass. Had ik nou with iets? The provided glass breaker. We hebben ook een glass breaker of zo nodig. Ja, die kunnen we later krijgen. Even kijken. Maar wat is? Stonden er tips in dat ding? Welk ding? Van jouw notes. Simon, I know it was you again who stole the glass breaker. Give it back, the janitor. Come and get me. Get it at my desk, old man. Dus we moeten naar de desk van Simon. Ja, wat je ook moest doen was redstone mollen met je schaar, wat ik gekregen heb. Even kijken, library. Als het goed is kun je hier ergens naar de andere lokaal toe. Oh, hier heb je nog een briefje. O4. Oh ja, nice. Die moeten we ook verzamelen. Als het goed is kun je ergens hieronder... volgens mij was dat hier... Ja, hier tussendoor. Kijk, dan kun je hier onderdoor en dan ben je in de andere klaslokaal. En dan heb je hier de axe. En daar is als het goed is de glasbreker, of niet? Oh nee, hier moeten we de... Signs. Ja, dit is een beetje een lastig gedeelte in het ontsnappen. Als het goed is zitten hier ergens nog meer signs. Ja. De bedoeling is dat wij hier uit kunnen halen... wie een jong is en wie een meisje is. En dan moeten we daar op de muur moeten we dat doen. Met de kleur, met de signs. Snap dan moet je dan met een boekje lezen. I don't like Brian, the new guy. He looks at my guff at Claire. I'll ask Armand to investigate. He's right to him. Oké. Okay. Mary's diary. Nou, deze in de midden is al een vrouw. Als jij het zegt, dan geloof ik het allemaal meteen. Ja. Even kijken, dan hebben we hier... Henry zit voor Oliver. Olivier. Oh, wacht. Trouwens, je kon hier... Hier heb je al... ja... De, wie een jongen en wie een meisje is. Maar dat... Oké, John en Claire zitten naast elkaar. Front opinion. Louise zit niet in de front row. Brian, the new guy, is sitting in front of Danielle. Oké, hier zit ook weer een meisje. Meisje. Ja. Even kijken of we hier nog iets uit kunnen halen. He looks at my... I'll ask Armand if he's right. Right! Since he's right next to him. Oké, Armand zit langs Brian. Achmo was right. Ja. Her stupid hair the whole year. Oké, hiervoor zit ook een meisje. Maar ik weet niet... Hij weet gelijk. Ja. Even kijken. Oliver... Maar ik heb echt geen idee waar Oliver zit. Ik denk dat we hier even de hulplijn moeten inschakelen. Ja, doe maar. Ja, of jij even de die video even kan kijken en dan het stukje ergens in het midden. Kunt kijken van als hij hier is, als hij al die bordjes geplaatst heeft. Oh, ik kan ook helemaal niks eten. Waar is dat nou weer?
Mongol die vent. Ja. Oh, wacht. Wat zit hierin? Item frames. Nice. Ja, die heb ik daarin gedaan. Oh. Gewoon alles houden, jongen. Je weet het ooit nooit niet. Oké. Het goede ding is... Zeg hem, hè. Ja. Blauw, roze, roze. Oké, dus linksboven blauw. Ja, blauw. Nou, naar beneden roze, roze. Ja. Dan roze, blauw, blauw. Blauw, en dan twee blauw. Keer blauw, roze, blauw. Oké. Ja, oké. En dan moeten we als het goed is hier in de kamertje moeten we ergens op drukken. Oh, ik krijg hier bank keycards. Open and close your locker. Register an access code, maar we hebben geen code. Simon's locker. Leather boots. Oh. Ja, die is locked. Maar de code kunnen we hier eens uithalen, of niet? Ja, ik weet wel wat de code is, maar ik weet niet meer hoe we daar aan moeten komen. Dat weet ik ook niet. Ja. Is dat niet maar al die briefjes? Nee, dat is de laatste code. Deze code moet je krijgen als je... Maar waar? Maar wat is er überhaupt nou gebeurd? Ja, weet ik niet. Maar geef dat ding maar, dan doe ik de code. Ik zet er de code wel in. Ik weet niet meer met die kleuren. Knop. Ja, maar je moet even... Geef dat papiertje aan mij. Welk papiertje? Ja, wat je nou vast hebt. Ja, je kon op die knop klikken, dan kwamen die gewoon. Ja, nee, die krijg je maar eentje. Nee, want ik heb er al drie. Wel. Ja, en dan moet ik dit erin typen. Enchantment cost. Wat moeten we... Hebben wij iets om mee te enchanten? Ik heb XP. Wel? Ja, ik heb nog drie XP levels, maar oh, ik weet niet wat dat kost. Oh, dan moet jij dat doen, denk ik. Wat is die code dan? AHAB, als het goed is. AHAB. Ja, nou dan zetten we hem op die van Simon. Hij is locked. Oh, of de... Of die unknown locker, misschien dat hij daarin zit. Hier bovenin. Waar? Oh, die. Nee. Locked. AHAB, hè? Ja, dan moet. Ja, volgens mij wel. Hoofdletters of wat? Ja. Oh. Moet je even weer bij de manneke kijken. Ja, nu is hij open. Oh. Hoofdletters moest het. Glasbreker. Hey! Ik kan niet ja, meer dan rennen. Moeten we... Nakke. Hierachter was fire alarm. Ben je nou in ja, ja, dat glas moet je mollen. Ja, dan moeten we hier op klikken. Hij is offline nu. Oh, hè? Huh? Waarom krijg je dat wel te zien? Oh ja. Ja, hij is offline, maar dat is goed. Dat is goed. Dan moeten we nou naar het dak toe. Om hem weer online te doen. Ik kan niet eens rennen, man. Mijn oh, wacht. Is op. Je hebt... Geef mij die glasbreker. Je moet dit glas even mollen. Kijk, want dan heb je hier die... hendel. Ja. En dan moeten wij hier naartoe. Dit is de fire control unit. Ja, die moet je dan via deze weer aanzetten. Ja. En dan zit er hier ergens ook water wat we kunnen halen. Moeten we even kijken waar dat zit. Of is dat bij de andere dak? Aan de andere kant misschien. Hier zie ik niet veel. Ik ga even hier naar buiten zwemmen. Even kijken of hier water zit. Ja, dat zat wel. Oh ja, hier is het water. Hier is het water. Ja. Dat hebben we dadelijk nodig. Ja. Even kijken.
Even denken hoor. Zo. Dan moeten we ook nog hier ergens iets ingooien. Maar ik ben even aan het denken wat ook was. Want dan moet er deze... Dan moet er hier iets open gaan. Er zit ergens hier een gleuf. Waar we iets doorheen kunnen gooien. Wat moeten we erin gooien dan? Ja, gewoon een item. Wat een pressure plate. Ik dacht dat hij hier ergens zat. Ik weet het niet. Hij weet het niet. Ik kan niet eens rennen. No fire detected. Ja, daar kunnen we dadelijk hier doen. Even denken. We moeten ergens iets doorheen kunnen gooien. Is dat hier? Ergens bij een witte muur kunnen we zitten gat in waar we iets doorheen kunnen gooien. Ergens bij een witte muur. Ja, dat kan overal zijn. Ik dacht dat bij de dingen was, bij die... Of is dat hier achter misschien, bij die banner? Nee. Hier is wel een trapdoor of zo. Hè? Nou, weet ik niet. Nee, volgens mij is het echt wel in die buurt van waar wij net waren. Anders moeten we weer even de hulplijn inschakelen. Die zou echt hierboven ergens zijn, maar dat is al bij hem tegen het einde aan, dat hij ergens in één keer vindt. Maar dat was best wel een pittige plek, dacht ik. Daar kon je niet zo 1, 2, 3 zien. Misschien zit het wel aan de buitenkant. Of hier ergens verstopt. Maar, hè? Krijg je gevonden, of niet? Nee. Ergens tussendoor gooit hij... Ik weet niet waar. Ja, dat is de vraag. Ja, maar ik weet niet waar in die video daar zit. Ja, een beetje aan het einde. Oh, ja. Maar ik weet niet wat er is. Oh, ik zie het al. Oh, ik weet wel dat we dit trouwens leeg moesten halen. Ik weet het al. Oh, echt irritant, jongen, dat ik niet kan rennen. Dus hier... Was... Hierboven ergens. Wel? Want hij stond ergens op en toen ging in één keer dat ding naar beneden. Ja, maar hij had er daarvoor had hij eerst iets ingegooid. Hij had daarvoor ergens. Oh, hier, lol. Oh, ja, wauw. Oh, was lang zoeken. Ja, en had je hier die Oh, wacht. Dan kreeg je zo'n blaadje uit die crafting table. Maar hoe je nou dus de dingen krijgt, dan moest je... Oh, wacht, dan moest je daar water in doen. Even kijken. We hebben een flint en steel nodig of zo. Ja. Bij die kluisjes zit dat. In die keep-out, waar is dat? Die keep-out, dat is hier. Daar zit ergens hier zo'n waterding. Hier. Hoorde jij nou iets open gaan? Nee. Ik denk dat we iets gemist hebben. Dit moest je snijden, dat hebben we gedaan. Oh, en dan moest je die muziek aanzetten. Dan water erin. Ja.
Ah, kak. Dan krijg je een papiertje. Dat moest ik niet hebben. Ik wou die flint en steel. Ja, maar die flint en steel zit in een van die kluisjes. Wel? Ja, hij had het net uitgevoerd. Oh, ja, dan moest je... Die code die ik jou gestuurd heb, moet je nou maken op zo'n blaadje. Kan je dat blaadje nog een keer krijgen? Ja. Je hebt de XP, toch? Ja. Ja, dan moet je heel even die code invoeren. Hé, hey, ik heb hem! Nice. Nou, dan moeten we naar de library gaan. De kampvuur in de fik steken. Wow, die muziek is echt kapot irritant. Oh, wel. Ik heb geen muziek aanstaan. Ja, dan mag je één kampvuur daarboven in de fik steken. Ja. En dan drukken we op het vuur. Fire alarm. Activated. Hey! Escape de. En alleen jij krijgt het achievement. Nice. Terwijl jij er nog in zit. Ja, nu ben ik eruit. Ho! Nou moeten we weer beginnen. Nee, mooi. Ja, zonder het speak hadden we echt niet gered. Dus ze zei logisch nadenken. Maar ik ben al één iemand die dat niet kan. Dus Ja, dat was vrij heftig. Ja, wil je hem zelf ook spelen? Linkje in de beschrijving. Wil je vaker escape video's zien? Laat het weten. Vond je de video leuk? Laat dan even een duimpje omhoog achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan zien we de volgende keer weer. Later. Later hè.